Dit lokaal waar we nu zijn is het BWI-lokaal, bouw, wonen en interieur. En we hebben hier te maken met de traditionele opleiding, ja, die vroeger gedacht werd als bouw. En waar dus ook veel mensen denken dat het alleen bouwen is, maar wat tegenwoordig steeds meer richting het wonen en het interieurdeel is. Nou, dat zie je hier ook heel duidelijk terug. Je ziet hier de leerlingen, ja, op allerlei manieren werkstukken maken. En ik zou het haar zeggen op de oude traditionele manier. Nou, en wat wij nu aan het doen zijn in het kader van het sterk techniekonderwijs, is dus eigenlijk de nieuwe technologieën ook de leerlingen aanbieden. Zodat het niet alleen maar het ouderwetse is, want dat weten we allemaal wel, maar er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden die zometeen in de industrie wel gebruikt worden. Nou, en daar moeten wij ze op voorbereiden. En dankzij het sterk techniekonderwijs, het project, ja, kunnen we dat soort dingen doen. Dus je ziet hier verschillende werkzaamheden van leerlingen. Ja, hier worden de welbekende klepkasten gemaakt. Nou, als je ziet, ja, bij deze kast bijvoorbeeld ook. In het verleden werd zo'n kast gemaakt. Tegenwoordig wordt die dus ook gegraveerd. Hier zie je dus dat een leerling zelf, nou ja, een afbeelding heeft genomen of bewerkt. En die vervolgens met een lasersnijder daarin aangebracht wordt. Nou, hier zien we dan een heel mooi voorbeeld van toepassing van de nieuwe technieken. En hier zie je een lamp. Nou, deze lamp werd vroeger gemaakt alleen door gewoon de panelen eigenlijk uit te tekenen en uit te zagen. Nou, dat kan op verschillende manieren uitzagen, maar gewoon op de traditionele manier. Wat je nu ziet is dat je deze lamp, zoals die nu is, is gemaakt via een CNC. En dat betekent dat de leerling dus dit eigenlijk eerst in de computer moeten ontwerpen, helemaal op maat gaan tekenen en vervolgens wordt dat bestand wordt aangeleverd aan de CNC-machine, die hem dus kan uitfrezen, waardoor je dat doet. Nou, hier zie je dezelfde lamp, alleen op een andere manier gedaan, ook weer via de computer het ontwerp gemaakt en vervolgens via een lasersnijder, die we hier achter ons zien staan. Ja, waarbij het model dus gewoon middels een lasersnijmachine gewoon wordt uitgelezen. Nou, wat is nu het grote verschil? En dat is wat de leerlingen laten doen. Zij maken eigenlijk zometeen nog steeds deze lamp. Alleen twee ribben kun je gewoon maken op de traditionele manier. Twee ribben maak je met de CNC, wie we net zagen. En twee ribben maak je middels de lasersnijder. Dus dan heb je de nieuwe technologieën eigenlijk allemaal ingebed, inclusief de oude, in nog steeds hetzelfde model wat ze ooit maakten. Alleen kregen ze nu wel allerlei vaardigheden erbij, die ze in de, nou ja, een toekomstige werkomgeving eigenlijk allemaal moeten gaan gebruiken. En dat kan, want deze apparatuur is gewoon extreem kostbaar, dit kan alleen maar dankzij het sterk techniekonderwijs, het project, ja, wat dit mogelijk maakt om dit soort apparatuur aan te schaffen. Dus het onderwijs verandert hierdoor, er komt meer technologische kennis terug. Ja, en we kunnen de leerlingen eigenlijk veel rijker afleveren naar de vervolgopleidingen. We zijn nu bij het lokaal van Pi, produceren, installeren energie. En dit werd in het verleden vaak, nou ja, was het metaal of het elektrolokaal, zoals het vaak genoemd werd. Tegenwoordig is het gecombineerd. En dat betekent dat er dus veel meer technologieën ook samenkomen, ja, in het examenprogramma van deze leerlingen. Ja. Nou, dit is wat we hier zien, het traditionele draaien. Wat de leerlingen natuurlijk gewoon nog moeten leren. Hè, ook voor hun examen. Ja, dat is één. Het volgende wat we eigenlijk gaan krijgen is van, kijk, hij maakt zo'n werkstuk. Nou, die kunnen we op verschillende andere manieren ook maken. Hier het eentje een 3D geprinten, dat zal ik zo nog even laten zien. Maar we gaan tegenwoordig ook naar de computergestuurde draaibanken toe. Ja, en dan is het dus weer hetzelfde als wat we zo straks ook bij BWI zagen. Leerlingen zitten achter de computer, maken dat ontwerp, moeten rekening houden met alle beperkingen die er zijn, die ze eigenlijk bij de traditionele hebben geleerd. En dat ze vervolgens dat ontwerp maken, dat ontwerp wordt ingelezen op deze machine. Ja, en op deze machine, nou, in dit geval deze doet het in kunststof, maar ja, dat maakt niet uit. Het gaat om het ontwerpproces, om het maken van het element. Nou,
En dan leer je dus op een andere manier maken. En dit is eigenlijk wat de vervolgopleiding en de industrie vraagt. Tuurlijk moeten ze dat kennen, het traditionele, maar dit is wel hoe bijna alle bedrijven werken. Computergestuurd, je maakt een ontwerp, ja, en vervolgens de computer, ja, stuurt gewoon het apparaat aan. Wat net handmatig gebeurde, gebeurt hier volautomatisch. Nou, hier zien wij de traditionele lasopstellingen. Ja, dat zijn lascabines waar leerlingen aan het werk zijn. Ja, ze maken allerlei verschillende werkstukken. Nou, hier zie je een aantal staan. En het is natuurlijk bij het lassen zo dat je traditioneel moet weten van goh, hoe werkt het? Hoe ga jij? Wat kun je aan elkaar lassen? Welke manieren? Welke verschillende soorten lastechnieken zijn er? Nou, daar zijn deze leerlingen mee bezig. Dat is heel mooi dat je dit hebt. En dit is ook de technologie. Alleen, je wilt ze nog verder helpen en leren. En dat is de nieuwe ontwikkeling die we hebben. Ja, en die zullen we even aan de andere kant van het lokaal laten zien. Van het traditionele gaan we nu naar het virtuele. En dan zie je dus iets heel anders. Nou, en wat we net zagen, dat ze dus gewoon via een werkstuk al lerende proberen te lassen. Is het hier zo dat ze middels een VR-bril systeem, wat ze opzetten, waar je dus in het scherm hier geprojecteerd krijgt wat je eigenlijk aan het doen bent. En je ziet dus in het scherm wat je aan het lassen bent. En dit wordt rood of groen. Nou, dat is logisch. Rood is niet goed. Nou, ze worden dus vol continu door de computer, die hier aangekoppeld is, die geeft hun aan van, hé, ik doe het goed, ik doe het niet goed. Nou, op deze manier kan een leerling veel sneller leren dan dat ze dus met het traditionele, waar je dus iedere keer op een andere manier moet beoordelen. Nou, hier kan een leerling rustig, als hij een uur in zit, kan die hier gewoon 20, 30 werkstukken maken. Geen probleem. Dat lukt in het normale systeem niet. Dus de feedback is veel groter. Hij kan veel complexere zaken lassen. Nou, als we dan kijken, is het dus zo dat een docent of een medeleerling ziet gewoon op het grote scherm wat de student aan het doen is. Nou, dat is dus ook mooi, dus je kunt ook van elkaar leren. Nou, dat maakt het ook interessant. Nou, dan zul je je afvragen, goh, waarom doen we dat niet overal? Is eigenlijk heel simpel. Dit soort apparatuur is gewoon extreem duur. Ja, dan praat ik toch snel over ruim 50.000 euro. Nou, en dat kunnen wij alleen dankzij het STO-project wat er is, het Sterktechniek onderwijsproject, wat landelijk eigenlijk uitgedragen wordt. Jaarlijks heeft het ministerie van Economische Zaken daar een budget van 100 miljoen euro voor. En dat wordt verdeeld over al die VMBO-scholen in het land. Nou, dit project loopt vanaf 2020 al en gaat nu door, is net weer verlengd tot 2028. Dus ook de komende 4 jaar kunnen wij doorgaan om het onderwijs te vernieuwen middels deze nieuwe technologieën. Wij kunnen dus weer leerlingen, ook hier bij PI, afleveren met meer kennis en ervaring en ook kunde voor hun vervolgopleidingen. Nou, wat we dus gezien hebben is eigenlijk dat wij, wat de meeste mensen nog denken, met de traditionele, ouderwetse zaken bezig zijn, zoals we hier ook zien, installatiewerk, bouw, wat we net gezien hebben, metaal, het draaien, dat het dus allemaal naar de nieuwe technologie gaat. En dat beeld, dat leeft nog veel te weinig bij alle mensen. En dat willen we ook graag naar buiten toe uitdragen. Van, kies je voor de techniek, dan kies je echt voor de allernieuwste ontwikkelingen die er op dat gebied zijn. En dat leerlingen dat ook leren al hier op het VMBO. En niet pas zodra ze in het bedrijfsleven zitten. Maar dankzij dat STO-project zijn al deze middelen voor ons als scholen, en in het bijzonder voor ons hier, mogelijk om dus dit soort apparatuur aan te schaffen. En dat wil ik zeggen tegen iedereen, als je techniek een warm hart toedraagt, kom kijken en kijk of deze opleidingen niet wat voor jou zijn in de toekomst.